Dit is alweer de vijfde aflevering van de Bredase WK. Ja, niet de wereldkampioenschappen, maar de Bredase Wereldkeuken. We zitten weer bij ons. En ja, u kent het concept inmiddels wel een beetje. Tenminste, dat hoop ik als u ook naar de andere afleveringen heeft gekeken. We maken steeds een gerecht hier klaar bij ons in Geren-Zuid, in Breda. En ja, we praten met een aantal mensen die hier werken of die hier andere werkzaamheden verrichten. Dit keer is dat Bekir Sahin. Ja, Bekir, ja. Ik spreek het goed uit. Heel goed. En Fadia Romia. Ja, een mooie naam weer. Ja, toch? Ja, heb ik gekregen van Fadia. Ja, weer gekregen van je ouders natuurlijk. Ja, jouw ouders komen uit Turkije, hè? Ja, Turkije. Maar jij bent hier geboren en getogen? Hier geboren. In Breda? Nee, in Oosterhout. Oosterhout, nou ja, een steenworp op afstand van Breda. Vlakbij, ja. Vlakbij. En Fadia, jij komt uit Syrië. Ja, ook. Ja. Ja. En jij bent, zoals we dat dan noemen, een Syrische vluchteling. Ja, ja, oké. Okay. Ik woon ook in Breda, mm-hmm. In Eipeler. Eipelaar. Ja. Eipelaar. En hoe lang ben je al in Nederland? Ik ben hier al 3 jaar bijna. Bijna 3 jaar? Ja. Ja. En Nederlands taal is altijd heel erg moeilijk, hè? Ja, hoe horen wij dan? Ja, ik elke dag probeer leren. Ik met mijn kinderen, met mijn collega. En ik ga ook naar de bibliotheek elke maandag en woensdag en vrijdag. En ik ga ook naar Caliber College. Nou, met Bekir en Fadia gaan we vandaag praten in de Bredase Wereldkeuken. Vijfde aflevering dus van de Bredase Wereldkeuken met Bekir en Fadia. En ik praat nog eventjes door met Fadia, want je was net al aan het vertellen, bijna 3 jaar nu in Nederland. En je had in Syrië, had jij een patisserie? Nee, ik studeer in high school voor cooking. Oh, en ja? Ik wil hier ook werken en begin ik misschien een klein restaurant. Je wil zelf een restaurantje hier beginnen? Ah, ja, kijk eens aan. Ja, ik hou van koken en koekjes maken. En waar woonde je ergens in Syrië? In Hasaki is dichtbij Turkije. Ja. Ja, wij kennen het natuurlijk. In Noord-Syrië. Oké. Ja. En ja, op een gegeven moment, burgeroorlog, hè, in Syrië. Ja, de wonen in Syrië is gevaarlijk. Ja. Ja. Je snapt wel dat veel mensen het land ontvluchten. Ja. 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 Heb je zelf ook iets daar meegemaakt dat je dacht van nou, ik moet hier weg? Ja. Nu mijn familie ook in Syrië, mijn ouders en mijn zussen en mijn broers ook zijn in Syrië. Mm-hmm. Maar mijn familie, mijn man en mijn kinderen wonen met mij in Breda. Ja, ja. Ja. Heb je nog wel regelmatig contact met je familie in altijd, Syrië? Ja, altijd met telefoneren en met sms elke dag. Oké. En hoe gaat het nu met ze? Wat? Hoe gaat het met ze? Mijn familie. Ja, met jouw familie, hoe dat het daarmee gaat? Elke dag, ik mis voor mijn familie. Ja, dat snap ik. Hè? Ja. Ja. En ben je inmiddels wel een beetje gewend hier in Nederland? Ja. Ja? Ja. Hoe vind je Nederland? Ja, ik vind al de mensen zijn erg aardig. En mijn boeren ook zijn vriendin voor mij. Ik hou van leven in Breda. Ja. En ik hou van de taal leren. Van de taal leren, ja. Ja, ja. Ik vind al wel dat je dat al goed spreekt, moet ik zeggen. Hè? Ja. Dus, we weten uit ervaring, want dat horen we eigenlijk iedere keer wel, hoe moeilijk het vaak voor buitenlanders is om Nederlands te leren. Maar ik moet leren de taal. Ja. Ja. Wat gaan jullie hier doen met de broodjes? Ik heb hier tonijnsalade gaan maken. Oh, tonijnsalade. Dat is met... Doe een klein beetje komkommer bij. Ja. Klein beetje tomaten. Ja. En
Misschien ui. Ja, ja. En hier, moet hier nog wat mee? Of, ik ga alleen deze salade gebruiken. Die andere salade kan ik gebruiken, maar zit veel zand in. Maar Fadia, want jij zegt van god, ik wil misschien in de toekomst mijn eigen restaurantje hier gaan beginnen. Wordt dat dan met Syrisch eten? Ja, Syrisch eten, ja. En wat eten ze in Syrië? Bijna rijst met vlees, met kip, met kippen en frisse vis. Verse vis, ja. Alle tijd met zoofit, met kip, met vlees, ja. Ja. En dolma ook. En? Dolma. Dolma, wat is Drauven, dolma? Dat is dolma, is het zeg maar bladeren, druifbladeren. Oh ja, hoe het komt met de rijst in, ja. Dan ga je die vouwen, zeg maar. Ja. Ja. Zelfde als lumpia. Oh, zelfde als lumpia. Oh, zo ja, zo. Want die is van, van bladeren gemaakt. Ja, ja. En eet je ook wel eens de Nederlandse kost? Weet je wel, bij ons zuurkool in de wintermaanden en boerenkool en rode kool. Lust je dat? Ja, vind je dat lekker? Ja, ik probeer deze voor eten. Ik vind dat zo voor gezond zijn zo goed. Ja. Laten we hopen dat ooit die burgeroorlog in Syrië, dat er toch een oplossing gaat komen. Hè? En dat het weer een normaal land wordt waar je rustig kan leven en wonen en werken. Ja. Denk je, zou je dan weer terug willen naar je eigen land? Of ben je inmiddels zo geworteld hier in Nederland, in Breda, dat je zegt van ik denk toch dat ik hier blijf? Ja, ik wil blijven hier met mijn familie. Ik kan niet naar Syrië terug. Nee. Je blijft. Ja, mijn huis kapot en mijn man winkel. Ja. Nee. Voor jou is dat een afgesloten verhaal. We kunnen terug wonen. Ja. Nou, wil jij de broodjes klaar gaan maken? Want dan ga ik met z'n beker eventjes aan tafel zitten. En dan gaan we straks eventjes een broodje eten. Een beetje op Syrische wijze bereid dan maar, zullen we maar zeggen. Ja, en dan willen we natuurlijk ook altijd nog weten of dat ze in Breda wel weten waar Syrië en Turkije liggen. Dus we gaan weer eventjes overschakelen naar de grote kaart die we hebben. En dan mogen mensen aanwijzen of dat ze inderdaad weten waar Syrië ergens ligt en Turkije. Ben benieuwd. Ja, Ad, we hebben weer een hoekje gevonden op de Grote Markt waar we mensen gaan vragen of zij een beetje topografisch onderlegd zijn. Voor deze aflevering zoeken we natuurlijk Turkije en Syrië. En Syrië is natuurlijk heel veel in het nieuws geweest, dus hebben de mensen een beetje goed opgelet. Turkije? Ja. Syrië ligt daar. Perfect. In één keer, hè? Kijk, zo moet dat. Ja. Welke weet dat aan is? Turkije en Syrië. Turkije en Syrië. Oké, dat snap ik alvast. Ja, dat is Turkije. De onder is Syrië. Alsjeblieft. Zijn er meer dingen die je moet weten voor me? Nee. Welkom, Vulling. Ja. Maar je kunt ook al de regio een beetje. Die is alvast goed. Ja. En wat was het andere? En Syrië. Ja. Je weet al ongeveer in welke regio je moet zoeken. Ja, Syrië en Turkije. Turkije. Kijk, de gele. Ja, inderdaad, er ligt veel steen Turkije aan. Het zit hier, ja. Ja, nee, ik zie in één keer wel. Goed. Ja, in één keer. En Turkije, weet u die ook? Ja, dat weet ik ook. Het is hier. Ja, het ligt bij elkaar, hè? Dat maakt het makkelijk. Ja, helemaal goed hier. Helemaal hier, hè? Daar. Ja. Yes. Daar ligt Turkije. Daar ligt Syrië. Lekker pik. Nee, Syrië ligt toch hier ergens of zo? Ja, daar ligt Syrië. Ja. Ze komt toch met de boot allemaal? Nee, daar ligt Syrië, man. Ja, denk het ook. Ja. Volgens mij hadden heel veel mensen het goede antwoord vrij snel gevonden. De duidelijkheid wijzen we hem nog even aan. Dit is Turkije, het groene land. En daaronder Syrië in het geel. Dat was het goede antwoord. Ja,
Ja, Faria is daar in de keuken druk bezig met het bereiden van de broodjes. Ondertussen de kip is aan het pruttelen, maar ja, dat krijgen wij hier niet te eten. Wij gaan het lekker met de broodjes doen, maar er is niks mis mee natuurlijk. Bekir Sahin hier aan tafel. Bekir, jij bent hier al een aantal jaren werkzaam toch, hè, bij ons? Ja, klopt. Ja, hoe lang? 2 jaar. Twee jaar. Voor de mensen die misschien wat uitzendingen gemist hebben, die niet precies weten wat ons is. Vertel eventjes, wat is ons in Gerenzuid? Dat is buurthuis ons. En hier komen mensen ontbijten, lunchen. En voor oudere mensen is spelletjes. Ja. Gaan ze hier kaartspelletjes doen. Mm-hmm. Gaan ze ook koffie drinken. En vinden ze heel leuk. Ja. Oh, ik zie dat de broodjes er al aankomen. Dat, oh. Zo. Even fout gaan. Nou, de broodjes zijn al klaar, maar daar gaan we zo dadelijk dan wel aan beginnen. En jij, het is echt een ontmoetingscentrum dus, hè? Begrijp ik. Ja, klopt, ja. En wat is jouw taak hier? Mijn taak is, gasten hier binnenkomen, weer blij naar huis of lekker gegeten hebben. Mm-hmm. Dan komen ze weer terug om te eten. We hebben ook heel veel verschillende koks hier. Ja. We hebben Syrische kok, we hebben Turkse kok, Marokkaanse kok, allemaal koks. Dan kook ik ook lekker. Ja. En ik vind ook goed met mensen om te praten, zeg maar, over leuke dingen. Ja, want je vertelde zojuist tegen mij van, als mensen dan hier binnenkomen, dan ga ik er naartoe. En dan probeer ik ze even een beetje op hun gemak te stellen en een grapje te maken. Vraag hoe ze is. Ja. Dus dan, als ze goed is, dan ga ik weer verder. Ga ik ook een klein beetje grapjes maken erbij. En vinden ze ook leuk, dan komen ze weer terug, zeg maar. Ja. Want dat is eigenlijk wel de bedoeling, hè? Om mensen ook uit hun isolement te halen en te zorgen dat ze hier naartoe komen. Ja, hier weer terugkomen en weer naar huis gaan. Ja. Want het zijn allemaal wel een beetje vaste klanten die hier komen. Vaste gasten. Ja, vaste gasten, maar soms komen ook Noord, Geren komen ze ook even langs. Ja. Dan komen ze kijken hoe die smaakt, vinden ze lekker en komen ze weer, zeg maar. Ja. Dus jij hebt je draai hier wel gevonden bij ons, begrijp ik. Ja, klopt. Jouw ouders die komen oorspronkelijk uit Turkije. Ja, Turkije. Zijn die al lang in Nederland? Ik denk het wel. Jij bent hier geboren, ja, hè? Klopt, dus, jij weet dat gewoon niet. Ja. Gaan ze nou nog vaker terug naar Turkije? Ene zomer wel en andere zomer niet. Oh ja. Dat geldt ook een beetje voor jou? Ja, ook voor mij ook. Ja? En het is natuurlijk wel een heel verschil, hè? Nederland of Turkije. Wat is je favoriete land? Favoriete land? Ja? Eigenlijk ook Turkije, ook Nederland ook. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk kiezen. Ja, kiezen is heel moeilijk. Ik kan me voorstellen. Nou ja, het eten is natuurlijk heel anders, hè? Nederland of Turkije. Wat is nou echt Turks eten? Onze keuken is heel groot, snap je? Ja. We hebben bijvoorbeeld ook... rijst met kip hebben wij. We hebben ook brood, vlees, tomaatsaus en Turks yoghurt erbij. Ja. Die combinatie is ook lekker. Mm-hmm. Ik heb ook hier 1 keer gemaakt. Ja. Mensen vinden ook heel veel lekker. Ja. En wat eten jullie? Woon je nog bij je ouders of woon je op jezelf? Ik woon van mijn eigen. Ik kook zelf ook thuis. En wat kook jij nou thuis als je thuis bent? Ik maak bijvoorbeeld spanazie, groenten erbij. Ja. Gezond, zeg maar. Ja, gezond eten. Gezond eten. En is dat ook typisch Turks dan? Spinazie en zo? Ja, spinazie kan je heel veel verschillend maken. Bijvoorbeeld spinazie met yoghurt kan je maken. Oh. Dat is ook lekker. Dan maak je een soort sausje of zo dan. Sausje, ja. Dan van. Ja. En de Turkse cultuur is natuurlijk ook heel anders dan hier in Nederland. Vertel daar eens een beetje over. Want, heel anders. Ja. Die Turkse mensen zijn heel aardig. Ja. We praten veel, we maken ook grapjes. Ja. Hetzelfde als mij. Ja. Ik ben eigenlijk kreeg van mijn ouders eigenlijk. Uh-huh. Maar Nederlandse mensen, ik vind het wel goed, maar moet je veel praten, moet je veel contact maken. Uh-huh. Vind je dat wij in Nederland moeilijk toegankelijk zijn? Koude mensen moeten zijn. Koude mensen, ja. We zouden wat warmbloediger moeten worden. Ja, klopt. Ja? Ja.
Dat vind ik mooi om te horen. Want meestal horen we steeds van ja, het is allemaal geweldig. Maar af en toe een beetje kritiek is ook niet mis. En heb je nou het idee, hè? Want nou ja, de laatste jaren is er natuurlijk wel wat veranderd in Nederland. Hè? Vooral omdat er toch veel vluchtelingen ook naar Nederland zijn gekomen. Zijn wij nou een beetje anders geworden ten opzichte dat wij anders zijn gaan kijken naar buitenlanders? Ik heb niks gezien. Nee, je hebt er niks van gemerkt of zo. Nee. Maar heel veel Nederlands helpt wel vluchtelingen als ze hier komen. Ja. Hun krijgen werk, snap je, hun kunnen weer verder studeren. Ja. Hun krijgen kans om te hier studeren. Ja, dat is waar. Ja. Ja, inderdaad, er is wel kritiek, hè, op vluchtelingen, dat vluchtelingen hier naartoe komen. Maar er zijn ook heel veel mensen die juist wel een handje toe willen steken en juist wel wat, helpen, wat willen doen en willen helpen. Ja, dus is ook beter, dan gaat ook economie gaat ook beter. De economie gaat beter en ja, we moeten het toch met z'n allen moeten we het doen, hè? Ja, maar iedereen moet samenwerken. Ja, nou. Dat is een heel mooi woord, denk ik. Nou, vertelde Fadia, die woonde zeg maar tegen de Turkse grens aan, hè? De Syrische Turkse grens. Waar jouw ouders vandaan kwamen, was dat ook, waar woonden die ergens? In Turkije? Mijn vader woont in Karaman. En waar ligt dat? Dat ligt midden in Turkije. Oh, midden in Turkije, ja. En jouw moeder komt daar ook uit die streek? Ja, ook. Ja. Komt die ook. Ja. En als je dan op vakantie gaat, gaan ze dan terug naar zeg maar hun geboortestreek? Mijn vader wel. Ja, vader. Hij gaat daarheen. Ja. Dan gaan we kijken waar ze geboren is en waar dingen. Mm-hmm. En ga jij daar dan ook naartoe of ga jij juist naar de toeristische plaatsen van Turkije? Ik ga ook naar mijn vader's dingen. Ja. En ik ook naar Alanya of Alanya. Oh ja, Alanya, ja. Dus een van de bekendste vakantieplekken van Turkije natuurlijk, hè? Ja, klopt. Maar dit jaar ben je daar niet geweest? Nee, ik ben hier. Ja. Wie weet volgend jaar dan weer. Volgend jaar, ja. Voel jij je nou Nederlander of Turk of tussenin? Ja, als ik in Nederland dan ben ik Nederlander. Ja, maar als ben Turkije, Nederland. dan ben je. En spreek je ook Turks? Ja, ik kan ook Turks praten. Ja? Ja. Zeg eens even wat in het Turks. Nasılsın. Oh ja. En dat betekent? Hoe gaat het? Ja, heel goed. En met jou gaat het ook goed. Hè? Ja, dus, zeg nou ja, het broodje is lekker bereid door Fadia. Ja, dat kunnen we zo wel opeten, denk ik. Hè? Dat hoef je niet met mes en vork te doen. Hoe zie jij verder je toekomst hier in Nederland? Wat zijn, heb je nog bepaalde toekomstplannen? Ja, ik wil ook mijn eigen bedrijf openmaken, zo'n restaurant. Gewoon elke cultuur kookt. En voor mensen die weer eten klaar is, weer blij naar huis gaat. Ja. Dus wat Fadia al vertelde van ja, dat ze eigenlijk een Syrisch restaurantje wil beginnen. Ja. Zou jij eigenlijk een Turks restaurantje willen beginnen? Ja, gewoon een door elkaar restaurantje. Oh, ja. Turks, klein beetje. Marokkaans, alles nog wat. Oh ja, zo van alles wat. Dat we kunnen kiezen. Ja, dat leer ik hier ook, zeg maar. Dat heb je hier natuurlijk bij ons. Hè? Allerlei soorten culturen. Die hier samenkomen. Nou ja, wat jij al zei, samenwerken. En ik denk dat we dan het verste komen, hè? Ja. Nou, zullen we aan ons broodje gaan beginnen? Want ik ben met tonijn en tomaat en met ui. Nou, dat gaat helemaal goed komen. Ik ga deze aflevering van de Bredaanse Wereldkeuken dan afsluiten. Ja, namens ons allen weer bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende aflevering. En dat is dan de zesde aflevering van de Bredaanse Wereldkeuken. Ook dan weer bij ons. Ja, eet smakelijk, hè? Dankjewel. Hoe zeg je dat in Turks? Eet smakelijk? Dat weet je niet. Dat weet ik wel, maar ik ben zenuwachtig. Oh, je bent zenuwachtig. Nou, dat is heel. Nou, zeggen we het gewoon in het Nederlands. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Ja, oké. Nou. Goed.